Celestino. Guichelaar. Goedemiddag. En medebestuurslid Harm Volkers. Goedemiddag. Ja, we staan 3 kwartier voordat dadelijk het hoge bezoek komt. Eindelijk zullen jullie zeggen, want jullie zijn 14 jaar bezig geweest om dit van de grond te krijgen allemaal. Kijk, jullie staan naast de foto's dat de grondwerkzaamheden er waren. Dat klopt. En ja, hoe voelen jullie op dit moment? Want ja, dat is toch een heel heugelijk moment, niet alleen voor... Ja, multifunctioneel accommodatie. Accommodatie, ja. Maar ook voor de hele Krim natuurlijk. Ja, ja, het is een uniek moment. Hè. Ja. Ja, wie had dat gedacht? De koning die hem komt openen. Ik denk dat het voor de vrijwilligers een hele waardering is. Ja, toch 2 jaar zwoegen. De eerste die zijn al vanaf 2014 bezig. Ja, en dan nu het moment. We hadden een opening gepland in maart. Maar dat werd 6 weken geleden in mijn roep verstoord, want de koning die kwam openen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is een uniek moment voor de Krim. Ja. Harm, jij voelt je ook natuurlijk net als Celestino natuurlijk dat het ja, een spannend moment is vanmiddag. Ja, wat Celestino zegt, uniek, trots op dat het nu eindelijk kan gebeuren, officieel. Hoe hebben jullie je erop voorbereid? Ik kon het niet te vertellen natuurlijk, maar... Ja, nou ja, weet je, je hoort een week of 6 geleden dat het doorgaat. Ja. En dan is het hurry-up wat het draaiboek met elkaar maken. Ja. En dan met de veiligheidsdienst en alles eromheen. Is tegen alle hens aan dek. Ja. Ja. En dat lukt net als goed, dit wordt uit de grond gestampt. Dit kan ook. Ja. Ik zou zeggen, sterkte straks. Succes ook, toch niet? Sterkte, nee, dankjewel. Ja. Ja, dat zal een beetje spanning zitten. Maar in ieder geval, veel succes straks. Ja. En we spreken elkaar misschien de afloop eventjes. Graag. Helemaal goed. Oké. Okay. Ja, bedankt. Waar dan? Ik neem naar die kant. Ik loop even naar deze kant. Hoog bezoek vanmiddag in de Beuk. De koning is in aantocht met een kwartier. Het darten gaat hier gewoon door, hè, zie ik. Ja, dat klopt. De koning komt straks binnen hier. En dan gaan wij laten zien wat wij gemaakt hebben hier met onze dartvereniging. Ja. Want de dartvereniging is heel bekend hier, hè? Heel populair hier ook, of niet? Ja, de dartvereniging die bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Begonnen in het oude dorpshuis. Nou, we zijn mee verhuisd naar het nieuwe gedeelte hier. Dus ja, we doen gewoon lekker mee. Hoi. Nou, ik zou zeggen, succes straks als de koning hier komt en jullie mogen demonstreren. Nee, jullie mogen niet demonstreren. We mogen niet demonstreren, in verband met de veiligheidsreden mogen we niet met ons eigen pijn. Oké, nou, dat hoort er allemaal bij, dat moeten we op de koop toenemen. Ja, zeker. Maar in ieder geval succes in de toekomst. Dank u wel. Hoe trots zijn jullie dat de koning straks komt? Wie wil er iets van zeggen? Heel trots. Heel trots. En jij dan? Ja, heel trots dat wij dat dit als vereniging mogen meemaken, denk ik. En jij? Heel erg trots. Heel erg trots. Gaan jullie ook een demonstratie doen straks? Nee. Nee? Wat? Ja. Jij wel? Ja. Maar gaan jullie dan niet met z'n allen even een demonstratie doen voor de koning? Jawel. We gaan met z'n allen even laten zien wat we kunnen op de toestellen. Oké. Oké, nou, veel succes. En tot de volgende keer. Ik heb het allemaal gehoord.
het in de naam van die bolen op de die zei, nou, gelukkig. En nog enigszins een zoekertje te krijgen. Goedemiddag. Goedemiddag. De koning gezien, hè? Nou, geweldig. Ja. Mooi, hè? Ja. Je ziet er goed uit. Let keer, hè? Pannen allemaal. Ja, zeker. Ja, ik ga zo doen. Ja. Welkom allemaal op deze prachtige middag. In het bijzonder natuurlijk u, majesteit. We zijn allemaal letterlijk de koning te rijk dat we hier met zoveel vrijwilligers en publiek staan die hebben meegeholpen met de bouw van het MFA. En dat u deze prestatie gezien hebt en in ons midden bent om het MFA te openen. Dit hadden we een jaar geleden niet durven dromen. In 2014 zijn we begonnen met het maken van de plannen voor het MFA, die destijds niet veel kansen leken te maken. Maar door vasthoudend te zijn en te geloven wat we deden, kwamen we stapje voor stapje verder en werden de tegenstanders van de plannenmakers langzaam maar zeker medestanders. Zodat eind 2018 de schop in de grond ging. Door ruim 10.000 uur aan vrijwilligerswerk, financiële bijdragen van onze inwoners en van de gemeente Hardenberg, provincie Overijssel, LEADER, VSB-fonds, Oranje-fonds en een aantal geldverstrekkers zijn we gekomen tot dit prachtige gebouw voor jong en oud. Het oude dorpshuis met gymzaal heeft ruim 60 jaar dienst gedaan. Ook destijds waren er al vrijwilligers bij betrokken. De Krimpse Kracht was toen ook al aanwezig. We hopen dat dit gebouw ook de komende 60 jaar het middelpunt van ons dorp zal zijn. De nieuwe basisschool CQ Kindcentrum, waar het tegenwoordig heet, die ernaast wordt gebouwd, zal hier ook zeker aan bijdragen. Zoals u ziet is hier een enorme groep vrijwilligers aanwezig waarvoor we vandaag ook de blauwe loper hebben uitgelegd. Die in ieder of op haar op zijn manier een steentje heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit gebouw. Met als bekroning op mijn werk uw aanwezigheid hier om de MFA de Beuk te openen. Majesteit, mag ik u verzoeken om samen met mij het boekdoek van de plaquette ter herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis te verwijderen? Ja, dan verklaar ik bij deze MFA de Beuk voor geopend. Naast het uitlenen van boeken enzovoort, wat doet u nog meer? Helpt u ook mensen bijvoorbeeld met digitalisering en dat soort dingen? Dat ja, moet dus wel de bedoeling. Dat is wel, ja, ja. Dat komt wel. Dat doet wel harde werk natuurlijk, hè, waar wij een onderdeeltje van zijn. Dus die hebben veel meer op het programma. Mm-hmm. Maar dat komt wel niet meer, zo moet allemaal nog ja, dat is natuurlijk ook in de 21ste eeuw een hele mooie taak van een bibliotheek om dat gedeelte ook bij te kunnen doen. Ja. Ja. Mensen daarmee te helpen. Ja. 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 En de buurtkamer zit hier 9 februari, dan komen ze voor de telefoon. Oké, dat is ook. Ja. De buurtkamer is geweldig. De buurtkamer is zo.
Ja, wat kan iemand de buurtkamer even uitleggen? Wij zijn daar komen mensen die nog thuis wonen, oudere mensen, ook man of jongeren, ja. Maar die komen dan daar spelen doen, koffie drinken, praten. En hoe vaak is dat? Twee keer in de week. Ja, oh. Dinsdags en vrijdagsmiddag. En één keer in de maand dan gaan ze eten gezamenlijk. Mm-hmm. Dus, heeft u gemerkt dat tijdens de corona dat mensen het echt misten dat ze eruit konden? Ja, bij elkaar dat hebben we echt gemist. Ja, ja, zeker. En ja. Heeft u die mensen wel kunnen bezoeken ook in de tussentijd? Nou, of in ieder geval telefoon. Telefonisch? Ja, telefoon. Want ja, u mocht ook niet bij de mensen komen. Nou ja, op afstand natuurlijk wel. Maar in ieder geval weten dat als het in ieder geval goed gaat, dat als de mensen die in huis zaten, dan worden ze wel heel geïsoleerd en eenzaam. Ja, ja, ja. Dan kreeg ik nou een bloemetje. Ja. Ja. En je kon een keer bellen. Ja. Dan weet je hoe het gaat. Maar het is gelukkig achter ons nu. Ja, heerlijk. Ja. En ook allemaal dankzij de vrijwilligers. Ja. 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 Dat is ons oudste lid zo'n beetje van de buurt. Ja? Hoe lang bent u al actief bij de buurt? Nou, ik weet niet al. Ja, dat is onze oudste lid. Ja. En weet het zo mooi van mij is? Ik kan niet, ik heb het niet op de telefoon, hoe noem je dat? Iedereen mag een telefoon. Dat is voor mij helemaal geweldig. Dus ik ben niet zo social media, dus dat heb ik helemaal niet. Dan wordt het toch veel lekkerder om een boek vast te houden. Ja, dat vind ik ook. Dat zeg jij ook altijd. Ja, precies. Dat zeg jij ook altijd. Een boek vast houden is mooi. Dat is wel een groot verschil. Ja, zeker. Ja, mooi dat er een boek zijn wat dat betreft. Ja. Ja. Het is een groot werk voor de kunst. Ja. Ja. En we proberen maken nieuwe aanvullen, wekelijks. Mm-hmm. We zetten boeken op transport en nou ja, we ontvangen transport in natuurlijk. Dus, en dat is via Hardenberg gaat dat dan? Via Centrale? Nee, dat gaat via Centrale. Oké. Okay. Ja. Ze komen overal weer. Dat is goed. Nou, prachtig, heel mooi. Ja. Veel succes met deze nieuwe ronde. Ik hoop dat er veel jongeren ook langskomen om boeken te lezen hier. Ook belangrijk. Dat wordt steeds meer. Ja, maar nou, als dat samen is, als we geen studie hebben, dan komen veel ouders met de kinderen hier langs. Praktisch. Hm? Ja, ja, praktisch. Ja. Het scheelt ontzettend veel. Ja, als de school ernaast komt, dan wordt het helemaal. Dan wordt het helemaal. Ja, zeker. Scholen komen nu ook. Hè? Ja, scholen komen altijd leren. Ja. Nee, niet voor school. Oh, voor leerlingen. Ja, ook voor leerlingen. Fantastisch. Wij gaan onze weg vervolgen. Dank u wel, dames. Heel veel plezier en succes hier. Ja. Dank u wel. Ja. TV Oors. 6. Hebben jullie al in de film gezien? We gaan nu een dansje doen. Jullie gezamenlijk. Welkom in de arena. Met een
Jouw verjaar op de hok samen vieren in het MFA, samen met de vrijwilligers, want de schutter, allemaal wat we vieren vandaag. Nou, Tina, wees blij. We hebben vandaag toch nog een koninklijk tintje. Proost! Gefeliciteerd met het jaar. Je mag met ons meesproosten. Kim Sturfstekentje. Ja, de volgende Kim Sturfstekentje. Nu moet je niet rijden. Nee, dat klopt. Maar qua tijd is het een beetje zo. Dus ik doe weinig aan tijd niet op. Dank u wel. Leuk dat jullie ook vandaag een mooie nieuwe omgeving hebben. We zijn er ontzettend blij mee. Ja. We staan al... En waar we deden samen met de huisgenomen is het ook in de... Dit was volgens mij met dat oranje telefoon voor mijn zoon van jaar bestond. Toen heeft de Prins het Vuur opgericht in 1981. En we bestaan nog steeds. Maar dat is het, maar waar met heel veel plezier voor jullie hiervoor? In het oude dorp. En daarvoor zaten wij bij Horstra, dat was een heel oud café. Daar zijn we begonnen.
Uitgesproken plek. Heel goed, dank u wel. Dank u wel. Het zag er wel erg gezellig uit, hoor. Ja, het was zeker. Maar we zijn ook heel gezellig. Ja, dat kan je van een afstandje al zien. Hoef je niet zo heel erg te zijn. Heel veel succes. Ja, dank u wel. Ja, het is ook belangrijk dat deze blijft de kaartblijf sociaal thuis uit kan komen en alles. Ja, zo'n mooie geval zit, geeft het wel een beetje. Liefde? Ja, echt mooi. Succes. Dank u wel. We zijn aan nieuw toe. Dan kom ik later op een ander moment wel even langs. En is het verplaatsbaar dat jullie was niet de zorg was dat ik dan in de kant heb? Mooi. Ja, fantastisch. Gefeliciteerd ermee. Veel plezier ermee. Dankjewel. Goedemiddag. 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 Het is jammer dat de tafel wat niet groter kon zijn, want het is wel waanzinnig. Ja. Iedereen die erover begint. Ja, dat is wel mooi. Iedereen zegt, dit is alleen maar dankzij de verbinding van Hogan. Echt wel heel mooi om te zien. Ja. We zijn ook erg trots op. Ja. Het was veel werk, maar we hebben verschrikkelijk veel plezier aan haar. Met elkaar, een mooie groep die dat... Ja, was echt top. Ja, maar ook echt allemaal dus vakmensen die ook hier als vrijwilliger kunnen optreden om dit in elkaar te kunnen zetten. Dat is op zich al fantastisch. Ja. Op momenten met linkerhanden, hè? Ja, die komen op de oven, hè? Ja. Maar gelukkig niet om het bouwen. Hè? Nou, maar dat is dat voornaamste. Een bier erin, een lokaal erin, of twee soms. Ja, elke dag. Ja, dat mag ook. Ja, dat was... Ja, maar dat is ook belangrijk. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Die hebben we hier gewacht, maar dat heeft wel een professional gedaan. Dus het is heel mooi dat het een keer draait in deze koets. Dat is heel nodig. Dus, ja, maar het is mooi dat hij dat aangestuurd heeft met een krachtige signaal. Zet als die zak dat hij al die elementen inschrijft. Ja, dat tot ziens, tot de volgende keer. Tot ziens! Tot ziens! Tot ziens! Hallo. Hoe vond jij het met de koning vanmiddag? Leuk. Ja? En nou met de burgemeester in gesprek en met meneer Heidema, wat vind je daarvan dan? Ook leuk. Ja? Wat wordt er allemaal bij? Ja. En jullie dan? Hebben jullie genoten allemaal? Ja. Jij ook? Ja, zeker. Okay. Ja hoor. En burgemeester Maarten Offinga? Ja. Kunnen we zeggen eindgoed, al goed vanmiddag? Nou, vind ik een heel mooi slotzin. Ja, en een ongelooflijk trotse burgemeester. De plaats heet de Krim, maar het is een ruimhartig feest geworden. Dus wij hebben daar echt ongelooflijk van genoten. Heel erg blij dat de commissaris erbij was. Heeft mij geflankeerd. En als je kijkt, nou, we hebben de Krim op een geweldige manier onder de aandacht gebracht bij de koning. En daar is deze burgemeester heel, heel erg trots op. En meneer Heidema, commissaris van de provincie Overijssel. Ja.
Jan van de Koning natuurlijk. Maar precies. Ja. Voor u ook eindgoed, al goed wat u beleefd hebt? Dit was gewoon een geweldige middag. En de koning heeft zijn schijnwerper gezet op de Krim en op alle mensen die als vrijwilliger bezig zijn geweest met deze jonge meiden. En op al die grote mensen. En er is hier met elkaar is hier zoiets geweldigs neergezet. Dus dat verdient de aandacht van de koning. En klasse gedaan, meiden. En al die andere vrijwilligers, geweldig. Voor herhaling vatbaar dus? Nou, dit is wel heel bijzonder hoor. Ik gun het iedereen dat de koning iedere week even langskomt. Maar dat wordt ook een beetje gewoontjes. Dus misschien een volgende generatie weer. Maar er zijn heel wat dorpen in Nederland waar de koning langs zou kunnen gaan. Maar dat hij hier is geweest, ja, dat zegt iets over jullie. Hè. Klasse. Dankjewel voor deze gesprek. Tom Goldstein. Een kwartier geleden is de koning uitgeleid gedaan, samen met de bestuursleden en alle andere organisaties die hier waren. Hoe kijk je terug op deze anderhalf uur met hem hier in de Krim? Nou, ik denk dat het een zeer geslaagd bezoek was, waarbij de vrijwilligers toch behoorlijk recht is gedaan. Vrijwilligers die hier heel veel tijd en energie in hebben gestopt in deze MFA. En wat mooi dat dan de koning komt om dat te eren en mensen in het zonnetje te zetten. En ik vond het een heel relaxed bezoek waar de koning uitgebreid de tijd nam om met iedereen van gedachten te wisselen. Dus dat zullen mensen niet snel vergeten, denk ik. Ja, ja, het is een heel vasthoudend proces geweest, zeker. Al die tijd lang, waar jij ook heel duidelijk in voorop liep. Dat hebben we van afstand ook wel gezien, in de media, noem maar op allemaal. Wat dat betreft die ook alle lof natuurlijk, naast de andere bestuursleden. Die hebben allemaal geweldig hard gewerkt. En ik zou zeggen, nou, veel succes met alles wat hier op deze mooie plek. Vlak bij de ijsbaan, vlak bij een parkje verderop waar gezond gelopen wordt. Nou, komen alle faciliteiten die hier verder zijn en die misschien nog kunnen komen. Dat jullie daar veel succes mee doen. Dankjewel, graag gedaan. Tot ziens. Dankjewel.